Ja, op de camping heb je natuurlijk ook mooie kleine barbecuetjes. De WGA van Weber, de Weber Go Anywhere. En je snapt het al, die gaat natuurlijk overal mee naartoe. En bij ons ook, hier op de camping in Beekhuizen, buitenplaats in Velp. Ja, en wat maak je dan zo lekker op een glamping? Dat is natuurlijk gewoon kipgyros. Ja, we zijn allemaal op de WGA. Op de WGA, we zijn natuurlijk allemaal van de gyros, broodje shawarma. Maar heerlijk. Zelf maken is ook erg lekker hoor. Ja, mooi. Want heb je de smaak onder controle. Als je met de kip gaat werken, vind ik zo'n kippendijtje al het meest lekkere voor satéetjes en dat soort dingen. Dus ik heb hier kippendijtjes, heb ik al gesneden. Die gaan we even marineren op dit moment. Dus daar doen we wat olijfolie bij, met geduld. Dan mag Edwin, als jij de knoflook erbij doet. Zo, qua olijfolie zitten we wel goed. Dan doen we een eetlepel. Qua knoflook zitten we ook goed hoor. Ja toch? Ja. Eetlepel oregano, zoals je dat wel eens een keer zo mooi hebt gehoord. Ja, en weet je, mocht je nu ook op een glamping staan in Italië, dan het leuke is natuurlijk als je verse oregano kan vinden. Als je kan vinden, moet je het absoluut doen. Ik heb een keer op een camping gestaan, moet het lukken. Allemaal verse kruiden staan naast de barbecue pits. Ja, is schaaf. Sfeertje. Ja, maar dat is mooi. Papazole. Papazole, dus check hem even. Maar nu staan we hier lekker op de buitenplaats in Velp. Ja. Een beetje citroentje. Weer even roeren. Dat is even, ik heb daar een pitje. Een pitje dus voor de liefhebber. Ja, voor degene die het pitje vindt, die moet de afwas doen. En het zuurtje zorgt ook een beetje voor het verband van de structuur. Voilà. Dat is het. Laten we even minimaal een uurtje staan. Twee is ook niet zo erg, maar zet het wel even in de koeling. Ja. Nou, het mooie is... op een glamping hebben we een koelkast erbij. We hebben hier de koeling. Dus daar zetten we hem even in en dan gaan we straks verder. Twee uurtjes verder, dus ik ga even naar de koeling. Kunnen we weer verder met het recept. Ah, Edwin, je was er al. Ja, heel ik goed. Denk als je er toch staat uit te rusten. Ja, staat uit te rusten. Tijd. Ja, dat kan ook. Alsjeblieft. Bij barbecue kan heel veel. Ja. Nou, dan gaan we satéetjes prikken. Oh, ik zie dat. Je hebt het al netjes geweekt. Ja, dit is een kleine tip namelijk. Goeie voorbereiding doe van je satéprikkertjes even een uurtje in het water. Want dan zuigt dat lekker vol. En dan verbranden ze niet als ze op de barbecue liggen. Handige tip. Dan hou je namelijk stokjes. Minder snel inderdaad. En maak er mooie satéetjes van. Zo hebben we hem met puntje bedekt. Helemaal lekker. Je kunt krijgen als je het hebben wilt. Dank u wel, meneer. Puntje bedekt. Graag, hè. Nou, Edwin. Ja, nou, ja. We zitten er even bij, hè. Ja. Kijk, we hebben al lekker die warmte erin. Ja. En wat je al ziet, hè, je hebt hier een mooie bescherming dat je handvat niet heet wordt. En je houdt nu het deksel vast. Maar ja, wat ze ook hebben gedaan, is dat ze een dekselhaak hebben. En dan kan je hem op je barbecue zetten. Dus hij zegt, hoe werkt dat? Nou, op die manier. Dan heb je ook een beetje een schildje voor de wind. Ja, mooi toch? Ja. Nou ja, wij laten hem even zo. En mooi vergroomd rooster. Waar we de satéetjes op kunnen leggen. En die pootjes hè, die je eronder ziet, die kan je ook weer terugklappen. En die gaan over het deksel heen. En dan is ze ingeklapt, is ze dicht en dicht. En dan kan je lekker mee wegwandelen. Op naar je volgende camping waar je naartoe wil. Zo, en inderdaad, je hebt wat luchtgaten aan de zijkant. Daarmee kan je de temperatuur controleren. Ik zie dat hier nog een stukje kip ligt. Kup, prik erop. Die erop. En ga lekker direct gillen. Maar je zou natuurlijk ook prima weer even die deksel erop kunnen zetten. Om mooie stukjes vlees te laten garen, direct of indirect. Ik denk dat die klaar is. Ja, we weten zeker dat die klaar is. Ja. We hebben heel even dekseltje er lekker tol opgezet. En het ging ook nog met die stokjes op. Nou, we halen dit even af. Ja. En we hebben hierbij een naambrood. Mm-hmm. En dat gaan we nog even aanzetten. Ik denk het. Zo, nou die eraf. Dekseltje mag eraf blijven, Edwin, want... Oké, sorry hoor. We gaan nog even wat naambrood aanzetten. Ik heb het tafeltje al gedekt. En deze even, heel goed zo. Dat ze even warm zijn, dan zijn ze lekker. En dan kunnen we eten. Edwin, is hij al klaar? Ja, het naambroodje? Ja, hier. Moet je eens kijken, mooi. Lekker warm. Lekker toch? Hop hop, en dat op die Weber Go ik Anywhere. Ik zet hem even op het magazine hoor. De WGA, dat mag. Alsjeblieft. De WGA van Weber. Nou, wil jij mij vertellen hoe ik dat moet eten? Ja, ik heb hier nog even salade bijgemaakt. Komkommer, peterselie, tomaatje, uitje, beetje peperzout. Laat maar raden. Recept hieronder? Ja, dat kan je wel vinden. Nou, je hebt hier een naambroodje. Ja, hoe zullen we het doen? Ja, gewoon een stukje scheur ik zo. Ik vind dat ook wel een goed idee zo. En dan, het is een ik spin tenslotte op de glamping, hè? Precies, die. Een beetje saus. Zo. Zo. Ja. Groente is voor de bij, zeg ik die erbij. Een goede combi. Ja, toch? Die erbij. En makkelijk en snel. Nou ja, dat willen we natuurlijk voor klemping. Voor de gerechten. Makkelijk en snel.
Ja, als je dat wil nabootsen, namaken, kun je hieronder het recept lezen. Natuurlijk kun je nog steeds gratis abonneren op ons YouTube-kanaal Fire & Foodie. En ik kijk nu al uit naar de volgende inspirerende foto voor op de glamping. Ja, en dit, ik vind die snaren erbij echt wel de vinger tussen. Dus die moet je er wel even bij maken. Lekker. Ja, dat zou ik zeker doen. Eet smakelijk.